We zijn hier vandaag omdat het nieuwe gebouw van het Hyperion Lyceum geopend wordt. En er komen allemaal mensen om voor het eerst ons gebouw te bekijken. En het is gewoon een feest. We hebben leerlingen die gaan onze gasten rondleiden. En er komt een wethouder die officieel de opening gaat verrichten. En dan is het van ons. Het profiel wat men hier wil realiseren en al ten dele gerealiseerd heeft in de korte tijd van het bestaan van de school. Ja, dat is wel weer heel eigen aan Hyperion, vind ik. De leukste plek vind ik natuurlijk mijn eigen vaklokaal. Ik geef beeldende vorming en volgens mij is dat het leukste vak wat er is. Ik heb een heel leuk, gezellig lokaal ingericht waarbij ik probeer de kinderen te stimuleren om creatief bezig te zijn. Ik ga in de pauze altijd op de trap zitten met mijn vrienden. Ja, we willen bij een school die gaat voor die 8. En dat is de ambitie van het Hyperion. Dat stralen men heel erg uit. En ik moet eerlijk zeggen dat we dat tot nu toe ook merken dat ze dat waarmaken. Dat zit er heel erg in. En dat is, het heeft die ambitie. En dat is wat ons heel erg triggert.